Hey, hallo, goedemiddag allemaal. Oh, ik ga even kijken of ik mezelf kan vinden. Yes. Heb ik? Yay! Ander werkplekje. Dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal meegekregen. Ik heb even een ongelukje gehad en met wat aanpassingen zit ik nu lekker beneden te hobbyen. En alles staat een beetje op zijn plek. Dus mocht ik iets missen, dan moet ik even improviseren. Maar ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dus ja, we gaan lekker aan de slag met wat jullie nog te goed hadden. De life van de kit van de Goodie Bag Seashore. En die heb ik hier voor mij liggen ook. Gezellig dat jullie lekker allemaal meekijken. En je mag de live ook even delen, zodat meer mensen terug kunnen vinden. Ja, ik heb gezellig nog mijn nichtje op visite, dus die zit hier naast mij te kleuren. Dus die heb ik even lekker de Copic markers gegeven. En ze zit zelfs de Sweet Story stempeltjes te kleuren. Dus ik ga tussendoor ga ik het gewoon even van haar afpakken. En ga ik jullie laten zien. Dus ja, het is inderdaad een beetje een vervelend ongelukje. Maar we gaan er het beste van maken, zullen we maar zeggen. De goodie bag die ik hier voor me heb liggen. Die is dus nu in de aanbieding. En even mijn speakbriefje. Oh ja, het was eerst deze vijf artikelen die je hier zo ziet. Is normaal als je het loskoopt 49,99. En nu al deze vijf producten samen voor 42,99. Dus dan heb je super leuke korting. En dit is dus een deel van de nieuwe Sweet Stories collectie. En daar is er dus nog veel meer. Kan ik jullie zo meteen ook eventjes laten zien. Maar dit is wat we dadelijk ook een klein beetje gaan gebruiken. Of niet alles. Deze, dit is de Port Hole. Die heeft Marianne Rijgersberg ook gebruikt van de week. En die video kun je ook nog terugkijken op het YouTube kanaal. Die ga ik vandaag dan ook niet gebruiken. Wat ik wel ga gebruiken is deze leuke tekststempels die erin zitten. Er zitten allemaal leuke kleine woordjes waar je zelf allemaal toffe zinnetjes mee kunt maken. Ik ga dit mask stencil ga ik gebruiken van die Sunray. Ik ga deze waves gebruiken en dit mooie stempelstand setje. En die heet Seashore. Kijk, hier zitten dus die mooie afdrukjes in en bijpassende silhouetten standjes. Nou, ik heb alvast wat voorbereid, maar ik wil jullie ook nog wat kaartjes laten zien die ik al gemaakt had met de Sweet Stories collectie. Dat zijn twee mermaid kaartjes. Die kun je ook terugvinden op mijn YouTube kanaal. Deze heb ik, of nee, niet op mijn YouTube kanaal, op mijn Instagram. Deze heb ik met lichtjes erin gemaakt, met de craft lights van Studio Light. Dus die, kijk dan, lijkt net alsof die schat gewoon licht geeft. Tof, hè? Deze kun je dus ook een mini tutorial zien op mijn Instagram pagina, deze CreaPlace. En deze had ik ook al gemaakt. En hier heb ik ook die porthole gebruikt. En die leuke waves, dus die golfjes. En als je die op deze manier gebruikt, dan lijkt het een beetje een soort zeemermin in een staart. Dus die heb ik dan laten springen. Vond ik wel heel erg tof. Deze producten zal ik ook even laten zien. Klein momentje. Kijk, dit is namelijk ook nog uit de nieuwe release. Dat zit dus niet in de goodie bag, maar die kun je wel los ook verkrijgen. En die heet Mermaid Kisses met die leuke grote teksten erop. Dan zit daar ook nog in de nieuwe Sweet Stories collectie deze seashell, dus die schelp. Die is ook echt onwijs tof, ook dat zeewierstandjes en zo allemaal. En deze, dat is de Submarine. Dat is eigenlijk een soort duikboot. Die zie je hier op de achtergrond ook. De achtergrond op de achterkant. Ik zit er een beetje langs te praten, jongens. Zo. En dit mooie stencil. Oh, hij zit precies verkeerd om in de verpakking. Haha. Kijk. Dan kun je ook leuke water en een beetje zo'n onderwaters scène eigenlijk mee maken. Super leuk. En dan nog deze. Die vind ik ook echt te gek. Under the Sea. Dus met die zeemermin en die boot, schatkistje. Allemaal hele leuke onderwaterdiertjes. Echt helemaal tof. Ja, het is echt tof bij Judith. Jij ging er ook mee aan de slag, toch? Even kijken. Ik zal ook even laten zien. Kijk, ik ben
afgelopen dagen lekker druk aan het kleuren geweest, want dat lukte lekker. Dus ik heb hier al een heel veel gekleurd met allemaal die stempelafdrukjes uit die nieuwe Sweet Stories collectie. En een deel daarvan is dus ook uit die Seashore stempelset die dus ook in die goodie bag zit. Leuk hè? Ik ga straks even kijken wat ik daar allemaal van ga gebruiken. En dit heb ik dus gekleurd met de Copic markers. Luna, jij gaat goed joh. Ja. Luna is hier naast mij dus die stempeltjes aan het kleuren. En ik heb haar ook even zo'n vel gegeven. Kijk nou. Dus ze kiest even lekker die kleintjes uit om het te proberen. Maar dat is toch super knap. Ze heeft eerder nog niet met de Copics gekleurd. Leuk hè? Super goed hoor. Dank je. Even kijken. Wat ik nou had bedacht. Ik heb als basis even deze stans erbij gepakt. Die heet Love Hearts uit de Sweet Stories collectie. En daar heb ik de buitenste rand en die daarbinnen heb ik gebruikt. Ja, knap hè? Doet ze goed, zeggen ze hier. Dank je. En die heb ik dus even gestanst. En dan heb ik die binnenkant, die heb ik nog een keertje gestanst. En daar heb ik dus die mooie golfjes uitgehaald. Dus als je dit direct ook nog een keer stanst, dan kun je dus die golfjes. En dan heb je die precies op de goede maat, zeg maar. En die heb ik dus in die drie lagen. Dus er zitten bij die golfjes, ik zal hem even laten zien. Het zijn kleine golfjes, middel en grote. Dus dat is super leuk als je die lekker op elkaar aan laat sluiten. En dan als laatste heb ik nog een beetje een heuveltje. En dat wordt eigenlijk mijn strand. Dus die ga ik dan hier zo nog plakken. En die soort heuvel, dat is een, ook een Essentials Mal uit de Sweet Stories collectie. En die kun je dus ook als heuvels of als gras. Of ja, ik gebruik hem nu dan als strand. Er zit eventueel ook nog water bij. Dus die kun je ook weer combineren met deze als je die leuk vindt. En dat is dus deze mal. Met het nummertje SLSS CD 394. Het is ook echt gewoon lekker oefenen hoor. Met die Copics. Ja, fijn hè. Hulpje op de achtergrond. Ik heb eventjes, omdat ik me moest behelpen, heb ik even wat distress inktjes. Nou, jullie weten het, ik heb heel veel verschillende soorten inkten. Maar Pieter die heeft super lief gewoon even wat het snelste voor de hand stond gepakt. En aangezien ik niet al mijn inkten mee naar beneden kon nemen, heeft hij hetgene waar ik de meeste kleurtjes van had even mee naar beneden gepakt. Maar dit kun je dus ook met de Ice Ink inktjes doen of met de Harmony inkten of... memento's, dus de achtergrondjes kun je daar allemaal mee maken. Omdat ik hier dadelijk ook op wil spetteren, heb ik ervoor gekozen om dit dus op aquarelpapier te doen. Nou, ik ga eerst lekker beginnen met het water kleuren. En ik bedenk me nu net, want ik wou daar natuurlijk nog iets bij, maar komt zo meteen wel. Oh, krijg ik mijn potje niet eens open. Oh ja, daar gaat hij. Dus ik heb hier twee kleurtjes blauw gekozen. Een lichtere en een donkere. Nou, ik heb hier een superhandige trolley naast mij gezet. Zodat ik alles lekker bij de hand heb staan. Mijn blending brushes van Studio Light erbij. En dan ga ik mijn water aanzetten. En dan begin ik aan de onderkant met donkerder. En dan laat ik dat uitlopen naar wat lichter naar boven. Ik kan het ook andersom doen. Licht eerst aanzetten en dan naar donkerder. Net wat je zelf prettig vindt. Normaal doe ik hem eigenlijk altijd van licht naar donker. Dus. Zo. Dus dat maakt niet zoveel uit welke inkt je daarvoor gebruikt. Pak gewoon maar lekker wat je in huis hebt. Pak even een doekje erbij, had ik ergens, dacht ik. Oh, nee, een droge doek moet ik hebben. Oh. Huh? Dat was die had klaargelegd, maar dat had ik dus blijkbaar niet. Ja, hier heb ik een hele rol keukenrol, dus komt goed, hè? Dat is wel niet zo handig. Als ik nou iets nodig heb, kan ik natuurlijk niet zo snel wegrennen. Nee, ik kan voor je wegrennen. Ja, dat is wel fijn. Zo. Kijk, en dat is echt super mooi als je dat dus met elkaar blendt.
krijg je dus hele toffe kleurtjes. Hey Merte en Sandy, gezellig dat jullie ook nog lekker mee komen kijken. Zo. En dan zie je dus echt hoe mooi dat het is als je dat dus met elkaar lekker blendt, hè? Laat hem even zien. Tof, hè? Stelt niet echt scherp, maar ik ga daar dadelijk ook nog een beetje op spetteren. En dan ga ik nog een beetje wat van die lichtere erbij pakken. Zijn er ook nog gezellig hier aan het knutselen? Of zijn jullie lekker alleen aan het meekijken? Misschien van het zonnetje aan het genieten? Zo. Hopskee. En dan zetten we die donkerder weer aan de onderkant. Kijk, het is super goed, joh. Ja, doe je ook eens goed. Ik krijg het uit. Oh, echt? Ja, een beetje. Heel een beetje onder. Maar dat maakt niet uit. Ze zit hier gewoon even een ottertje in te kleuren. Zit ze te spieken op mijn plaatjes. En dat doet ze gewoon even na. Ik vind het zo knap. Eigenlijk moet je dadelijk wel even zeggen welke kleurtjes je gebruikt hebt, Luna. Ja. Kunnen we dat meteen even vertellen? Als ik zo een beetje verder klaar ben, dan... Dus Luna gaat dadelijk even laten zien wat ze gekleurd heeft ook aan jullie met deze collectie. En dan gaat ze de kleurtjes ook even nog vertellen. Dus dat is wel heel erg leuk, toch? Volgens mij vinden jullie het altijd tof om te zien. Oei, dat is ook niet fijn, een operatie aan je heup. Zo. Oh, heerlijk, Merte. Groot gelijk heb je op de loungebank buiten in het zonnetje. En dan lekker een live kijken. Heerlijk. Oh, dames, trouwens. Dit is niet van de Sweet Stories collectie dan. Maar mochten jullie nog lekker inspiratie op willen doen. Er staat vandaag ook een hele toffe hop op Instagram. Met de nieuwe Craftlab collectie. Dus daar kan je wellicht ook nog heel veel inspiratie uit opdoen. Maar kijk eens hoe leuk dit is. Hoe mooi met die kleurtjes. En ik vind het dan wel ook heel erg leuk om daar ook een beetje op te spetteren. Met dezelfde kleurtjes als die ik daar gebruikt heb. Oh, ik heb deze borsteltjes zo nog even nodig. Ga ik eerst even doen. Ik wilde namelijk hier, wilde ik ook nog diezelfde kleuren blauw gaan gebruiken. En dan gebruik ik daar ook het stencil. Zo. Ik moet even wennen aan de ruimte hier, merk ik. Boven heb ik lekker alles om me heen verzameld, zoals het precies goed is. En ook met het licht en zo. Maar ja, ik hoop dat jullie daar geen last van hebben en dat het gewoon goed gaat. Als het goed gaat, dan zien jullie mij natuurlijk gewoon lekker meer live de komende tijd. Ik ga nu weer aan de bovenkant licht doen. En dan ga ik hem uitwaaien naar beneden naar donkerder. Zo. Oh, ik vind het zo gaaf als je twee kleuren blauw combineert. Nou, fijn dat het goed te zien is. Kijk, en dan doe ik dus eerst helemaal die inkt erop. En dan leg ik dadelijk mijn stencil erop. En dan ga ik in dezelfde kleurtjes daar overheen. Dus als je mijn kaartje van de Instahop van Craftlab bekijkt. Dan heb ik ook met dit stencil op de achtergrond gewerkt. En op dezelfde manier gedaan. Dus dan weten jullie meteen ook hoe ik dat heb toegepast. Kijk, dit stencil leg ik zo erop aan de bovenkant. En dan pak ik diezelfde kleurtjes weer terug. Ga je gewoon gooien, Loen, hè? Ja, dat deed ik. Soms wel klaar voor je. Maakt mij niet uit. Of als ik iets wat nodig heb. Ik weet niet, het was een keukenrol.
Oh, daarom was ik die net kwijt. Hey, niet mij de schuld geven. Hij viel net vast, dus dat kan helemaal niet. Dat was een grapje hoor. Ze zit stiekem alles achterover te drukken hier, op de grond te gooien. Kan ik er niet meer bij. Nou klink ik echt als een perskop, hè? Nee, ze is hartstikke lief. Ze wilde zelfs koken. Dat is toch super lief, hè? Ja, toch wel een beetje lief dus. Ja. Mooi. Ja, dus zo is het ook, Wilma. Maar probeer wel gewoon lekker dat jullie er ook weer wat gewoon aan hebben in de live. Want dat is natuurlijk het leukste, hè? Dus proberen wel dat het gewoon ook goed is voor jullie. Ik ben al lang blij dat ik weer gewoon zo lekker wel aan de slag kan. Oh, kijk nou. Dit is toch echt super tof. Dus dat komt dadelijk zo aan de achterkant. Dit maak ik even schoon. Je had hier ook een nat doekje. Ja. Ja. Top. Zo. Jullie zijn wel een beetje stilletjes. Durven jullie nu niet te kletsen of zo? Of zijn jullie met één hand eten aan het koken? Dat kan ook nog. Oké, nou ga ik dit even lekker spetteren. Zo. Hopskee. Eventjes nog een klein beetje van die lichte kleur erbij. En dan ga ik eventjes met een... Kijk, ik heb zo'n brush van Studio Light met zo'n tankje erin. En daar zit dan water in. Kun je gewoon een druppeltje uit laten vallen. En mengen met je inkt. En dan kan je daar lekker mee spetteren. Kijk, hoe gaaf. Ik hou er echt van. Kijk, en dan doe ik dan ook een beetje bij die donkerdere blauwe. Meng ik dan ook weer met water. Oh, dat kunnen jullie net precies zien, hè? Goed zo. Ik zit wel een beetje mijn tablet onder te spetteren en zo, maar... Oeps, doe dan wel je ook een beetje blauw? Nee, dank je. Zo, en dan doe ik dat altijd eventjes af aan een papiertje, zodat mijn punt weer een beetje schoon is als ik hem de volgende keer weer pak. En dit gaat denk ik snel komen die volgende keer, want ik heb natuurlijk ook nog zandkleur nodig. En daar is mijn afvalbak. Eventjes deze terugzetten. En dan gaan we verder. Even kijken, dit moet even drogen nog, want het is nog helemaal nat. Even kijken, mijn spetters een beetje aan de kant doen. Hopskee. Oh, ruzie met de verpakking. De aanhouder wint, zeg ik altijd. Kijk, dit is dan dat zand wat ik wil gaan maken. En daar heb ik deze kleur voor gepakt. Een beetje een bruinige zandkleur. Dus die heb je dus ook van Icing bijvoorbeeld of van Harmony. En dan pak ik even een ander borsteltje erbij. Ga ik die daar even mee aanzetten en dan ga ik daar ook nog even lekker op spetteren. Zo. Nou goed zo. Hij is echt super leuk hè, die splash. Nou, mijn bakje gaat de hele tijd open. Lukt het, Luna? Beetje. Ik vind het knap hoor. Ja, sommige lukken wel goed. En ik ben vaak uitgeschoten omdat die tafel ja, ik zit het... gaat. Ja. Als ik hier zit te inkten, dan ga ik met, het, ja. met die tafel heen en weer. Mm-hmm. En dat is wel moeilijker als je zit te kleuren, ja. Ja, maar. Dus ik ben hier flink altijd hier best wel uitgeschoten.
Het is ook eigenlijk gemeen. Dan geef ik haar mijn stiften. En dan ga ik zitten inkten hier op een wiebeltafel. Zo. Ja. Moet het er maar mee doen, hè? Ja. Zo is het, meid. Even kijken. Ik ga hier nog een beetje op spetteren. Moet ik even gedoseerd doen, want ik moet natuurlijk niet de blauwe weer onder gaan spetteren. Even kijken, komt er nog wat uit? Ja. Er zit nog een beetje blauw aan, dus ik krijg een beetje blauw met bruin gemengd. Maar kijk, spetteren we er lekker overheen. Dan krijg je wat meer echte zand ook. Ik vind het wel heel erg gaaf. Ook kleinere, grotere spettertjes. Is gewoon echt super leuk. Heb je eigenlijk gewoon korreltjes zand, zeg maar. Dus daarom doe ik hier ook lekker wat meer spetteren als wat ik bij het water deed. Volgens mij vliegt het gewoon om mijn oren zelfs. Allemaal bruine spettertjes in mijn gezicht zometeen. Sproetjes. Ja, dat vind ik altijd wel heel leuk. Ja, sproetjes zijn echt mooi. Kijk, dit is toch hartstikke leuk als zand. Dus die komt daar dadelijk zo onder. En dan gaan we natuurlijk ook wat leuks nog van die mooie stempelset erop verwerken. Zo, deze is weer een beetje schoon. Deze kunnen ook een beetje aan de kant. Hopskee. Nou, dat water, dat kan ik eigenlijk wel op gaan plakken. Dan doe ik heel even dit zo een klein beetje afknippen. Anders heb je precies zo'n bobbel die uitsteekt. En deze komt als verste naar voren. Dus dan doe ik eigenlijk een 2 en een 1 mm op elkaar. Of je kan misschien, een 3 mm tape gebruiken. Ja, ik moet eigenlijk nog even laten tekenen op mijn gips. Het is wel eigenlijk veel leuker, hè? Ik wil tekenen, hoor. Ja, ik hoor al dat ik een iemand heb die graag de eerste wil zijn. Gaan we straks even regelen. Ja. Ik wil wel een heel fancy gipsbeen, hè? Snappen jullie allemaal, toch? Kijk, ik heb hier nu dus 3 mm op elkaar gedaan. En die ga ik hier dus plakken. Beetje recht is ook wel fijn. Oh, dat is scheef. Dat is niet recht. Zo. Volgens mij is die nog een beetje scheef. Maar niet zo heel uit. Ik zei straks. Was ik tegen Luna heel stoer aan het vertellen. Als scheef zit, maakt niet uit. Plak ik er gewoon iets overheen. Zo doen wij dat, toch? Jazeker. Ik heb heel mooie rolsmerten. Maar de volgende week hoop ik dat er weer ander op mag. Dus ja, niet omdat ik het roze niet mooi vind, hoor. Zo. Dit is de 2 mm. En dan doe ik deze doe ik in 1 mm. Zodat je echt lekker wat verschillende dieptes hebt. Ja, precies. Lekker stempelen mijn gipsbeen. Dat is ook wel een leuk idee. Moet ik denk ik met stazon of zo. Zo. Deze nog even eronder. Oh, ik zit ze op de kop te doen. Haha. Ik had bijna op zijn kop geholpen. Dat is ook wel een keer bijzonder, toch? Kijk nou hoe gaaf dit al is. Hier word je toch gewoon geliefd op. Kijk, en de zon schijnt zo helemaal. Deze komt hier beneden op. Maar ik moet nog even bedenken waar ik mijn stempeltje ga zetten. Want ik denk dat hij hier beneden erop komt. En dan is het wel belangrijk dat ik dat eerst even doe voor ik hem erop ga plakken. Want jullie weten dat, hè. Eerst stempelen. Dat gaat altijd fout bij mij. Dus dat ga ik nu eerst doen. En deze komt straks erachter. Zo.
En deze komt dan erop. Zo. En dan komen die ottertjes van die stempelset. Die komen dus hierop. En eigenlijk is dit een staand ottertje. Maar ik dacht, ik denk dat hij ook wel kan zwemmen. Dus ik zei, Luna, dat kan wel toch? Een zwemmende op de rug otter. En Luna vond van wel. Dus ik vond ook van wel. Kijk nou, die ligt daar lekker in het zonnetje. Te chillen. En ik dacht, deze gaat lekker zo aan die golfjes hangen. Aan die achterste, denk ik. En dan, ja echt hè, Yvonne. Ik leer het nog een keer. Kijk, ja, die armpjes ga ik een beetje zo snijden. Zodat ik die over een golfje heen kan laten hangen. Dus dan gaat hij met zijn arm over die golf heen. Dat vond ik wel grappig. Oh, moet ik hem even iets verder snijden. Nu trek ik hem een beetje kapot. Zie je het eigenlijk niet meer, gelukkig. En dan doe ik bij het andere armpje ook. Zo. En weet je kleurtjes nog van je otter? Van mijn otter weet ik ze nog, ja. Mooi, dan gaan we die zo eens even laten zien. Want die vind ik echt cool. Volgens mij weet ik hem nog. Ik hoop het. Je doet het in ieder geval een stuk sneller dan dat ik het doe. Je mag waarschijnlijk een stukje minder precies. Is hartstikke mooi. Ik ga het zo in beeld laten zien hoor. Kijk, dit knippen we er even van af. Anders zie je het eigenlijk toch niet. Kunnen we dan nog gewoon weg? Dat kost weer tijd, hè? Heb ik nou tijd gewoon weggegooid? Waarom? Het kost tijd om in te kleuren. Ja, dat wel. Nog iets verder? Doe ik gewoon, hè? Wow. Oh, dat had ik al lang niet meer gezegd. Dat mocht ik ook niet meer doen. Oh, nou heb ik hier een stukje te kort. Oh nee, wacht. Ik moet dat armpje. Ik moet iets verder. En dan kan die daar mooi omheen. Dat vind ik wel echt schattig als die zo bij die golfjes zo ligt. Even kijken, zo. Even kijken. Helemaal goed zo, Wilma. Hij komt te staan op het YouTube-kanaal van Noor en Zo. En hij komt op mijn eigen YouTube-kanaal te staan, deze Crea Place. Dus daar kun je hem altijd even terugkijken. Kijk, zo komt hij daar. Ah, het is toch gezellig. Eigenlijk zou ik hier die zwemband moeten doen. Dat hij zich daaraan vasthoudt op de golven. Dat is veel leuker, hè, Luna? Zeg maar gewoon ja. Ja. Hoe? Oh, er viel je bijna mijn standaard en alles om. Kijk, hier zit namelijk ook een superleuke zwemband bij. Ik denk als hij zich daaraan vasthoudt en dan in de golf is, dan is dat natuurlijk superleuk. Doe ik die een beetje daar met het lichte roze. Zo. Hopskee. Daarheen. Even kijken, mijn stemsetje erbij zoeken. Het zijn echt heel leuke sets, hè? Hebben veel van jullie hem al in het bezit? Of zijn jullie nog aan het twijfelen? Want ik heb in de video eventueel ook de link nog, of boven de video de link, naar de goodie bag gezet. Kijk, ik doe altijd even zo'n plakkertje. Zet ik hem even vast. En dan, ik doe namelijk altijd eerst kleuren en daarna pas stansen. En als je hem dan vastzet, oh ik zit precies met mijn arm voor het beeld, maar dat is dan even zo. Ik kon ook eigenlijk mijn mini pakken, dan ga ik het nog wel even regelen. Komt nog. Kijk, en dan, oeps. Gaan we die zwemband, gaan we lekker... Hier zo lijkt het net of dat hij hem om heeft en in die golven zit te zwemmen. Moet ik denk ik alleen eventjes die... Nee, als ik hem gewoon zo plak. Oh, kijk nou. Die is toch hartstikke leuk. En dan kan ik hem gewoon zo erop plakken. Of dan net een beetje onder. Kijk, ik even eerst dit aan elkaar plakken. De lijm.
Was ik die? Oh, toch. Ik ben hem kwijt. Ik heb hem stiekem gestolen net. Strafjes. Oeh, Sandy, ja. Ik weet niet of je van zomerse kaartjes houdt, maar ja, ik vind ze wel echt heel erg leuk. En ik denk ook, dit zijn altijd van die gezellige kaartjes die je altijd kan versturen. Maar ja, soms moet je keuzes maken. Kijk, zo houdt hij die zwemmand vast. Hoppakee. Dat is geen knipvel, dat zijn stempeltjes, Mirjam. Dit is het stempelsetje Seashore. Dus die heb ik allemaal ingekleurd zelf. Dus ik heb er even op een groot A4-vel met perfect coloring papier gestempeld. Allemaal ingekleurd. En dan kun je daar gewoon leuk je kaartjes mee maken. Ja. Ik heb een hele goede invalshoek gevonden. Maar kijk nou, dit is toch leuk, hè? Met die golfjes zo. Ik moet daar denk ik heel even een stukje uitknippen. Oh, die blijft niet goed plakken, zie ik. Heb ik niet helemaal goed gedaan. Even kijken. Ik had nog een witte pen ergens. Hier zo. Dus ik moet natuurlijk ook nog even die leuke accentjes zetten. Maar dat kan ik ook later even doen. Kijk zo, dan zit hij echt een beetje achter die golf. Mag ook wel een beetje zo schuin dat hij meegolft met die zwemband. Oh, dit is grappig. Nee, ik doe hem toch een beetje rechter. Zo. En dan plak ik daar een stukje foam onder, want dat vind ik wel erg leuk. Als die een beetje verhoogd zit. Ik ben gek op die foampjes, dat weten jullie wel. Dus die kun je gewoon lekker inkleuren zelf. En dan kun je ze ook net zoveel stempelen en kleuren als je zelf leuk vindt. Die andere otter ga ik ook eventjes met een 1 mm tapeje vastzetten. Schattig wordt die, hè? Even kijken, deze wordt de bovenkant. Dus daar zet ik even de tape aan. En dan zie je dus ook, hè, als je staande ottertjes hebt en je gaat ze een beetje veranderen of iets daarvoor. Of, dan kan je ze dus ook heel leuk gewoon liggende ottertjes van maken. Even kijken, ik had deze zo precies in die golf bedacht. Kan ook nog een beetje hierheen. Zo, dan vind ik het net iets beter verdeeld op mijn kaartje. Die ligt daar lekker te chillen, joh. Oh, ik wil ook wel zo lekker in zo'n zee zwemmen eigenlijk. Even kijken. Ik ga dus hier aan de onderkant ga ik mijn tekstje stempelen. En dan wilde ik natuurlijk There's no other like you. Kon niet missen, hè? Ik vind dat altijd wel grappig, die woordspelingen erin. Nee, ik vergeet het niet te stempelen. Ja, ik vind het altijd heel fijn om eerst te kleuren en dan te stansen. Maar dat is denk ik heel persoonlijk ook wat je prettig vindt. Je kunt die standjes wel heel netjes eromheen leggen en ze dan mooi stansen. There's no other like you. En dan denk ik dat ik even mijn stempelhulpje erbij pak. Gewoon alles bij de hand hier, hè, dames. Even kijken, mijn papiertje even hier vastzetten. Ik zet hem even daar met 3. Dit is dus de stempelhulp van Studio Light. En die magneetjes zitten er altijd 2 bij. En die kun je ook nog los bijkopen. Oh, mijn buik begint te borrelen.
Nou moet hij een beetje naar deze kant, want ik wil natuurlijk wel dat het in het midden zit. Oh, ik maak het mezelf ook nog moeilijk, hè? Zo, zit hij helemaal netjes. Oh, kunnen jullie... Ja, ik zit in beeld, gelukkig. Zullen we eerst jouw otter even laten zien, Luna? Mijn otter kan gezien laten worden. Ik vind hem tof. Kijk nou eventjes. Luna heeft hier de otter gekleurd. Leuk, hè? Ook nog meer zie je wel, de bultjes en zo. Maar welke had je voor de otter gebruikt? Ik had voor otter deze gebruikt. Kijk, deze kleurtjes blauw heeft ze gebruikt voor de otter. Van Copic. Dus de B95, de B97 en de B99. Kijk hoe leuk. Ik heb me nog niet in het blauw gemaakt, maar ik vind dit wel hele toffe kleurtjes. Ja. En ze heeft voor het buikje en het hoofdje en de oortjes heeft ze nog de grijze kleurtjes gebruikt. De C1, de C3 en de C5. En voor het neusje en de wangetjes en de oortjes heeft ze de R21 gebruikt. Tof, hè? Ik vind hem gaaf. Ja, ik vind hem ook leuk. Die moet ze op een kaartje komen doen, hè? Ja, welke? Ja, die moet ze nog even gaan bedenken. Ja. Ik kom heel even de inkt bij jou pakken. Ja, tuurlijk. Gewoon stelen. Ja. Mooi, hè? Ik vind het ook echt heel knap. En een goede kleurencombi ook, toch? Heeft ze gewoon even zelf bedacht. Ik heb al een klein beetje bij afgespiet, maar... Ja, maar niet helemaal, want ik had hem nog niet in die kleur gepakt. Nee. Ik vond het wel leuk. Oh, dit is ook tof. There's no other like you. Kijk. Tof, hè? Dus die komt hier aan de onderkant. Dan heb ik nog even een doekje nodig. Oh, ik heb... Oh, ik zal even kijken, want ik had 3 verschillende gebruikt. En dit zijn volgens mij de... Ik zal heel even in mijn zakje kijken, want ik had 3 verschillende gebruikt. Even kijken welke... Dan weet ik het wel uit mijn hoofd, hoor. Dit doe ik dadelijk wel even terug. Even kijken waar ik die andere otteltjes ook alweer gelaten heb. Oh, nou vraag je me wat. Oh ja, hier. Kijk, ik had 3 verschillende deze. Dus dit is een wat meer bruinere... Het is echt een hele grijze. En dit is volgens mij de Toner Grey. Luna, volgens mij is dat T. T. Ja? Toner. Welke heb ik van de T? 4. Nee, welke heb ik daar nog meer van? Oh, je hebt deze. Ja, dank je. Kijk, super fijn dit toch? Ik heb hier de T2, de T4 en de T6 gebruikt. Voor de... Ottertjes. Zo. Ik ga deze even erop plakken. En dan kan je hem dus nog lekker verder pimpen. Om bijvoorbeeld op het strand kan je ook een schatkist zetten. Of wat kan je dan nog meer zetten? Een vuurtoren. Ik ga even kijken wat er nog meer in zit. Zit je nou stiekem dropjes te eten hier? Mm-hmm. Ja. Gooi het gelijk, heb je. Mm-hmm. Ik wou jou er ook wel één aanbieden, maar ik denk niet... Nee, dat is niet zo handig. Nee, ik doe het daarna wel. Ja. Kijk nou. Dit is toch echt super leuk zo. Leuk gedaan. Ja, hè? Mm-hmm. Er moet nog een beetje wat bij. Heel cute ook. Schattig, hè? Ja. Kijk, want je kan hier bijvoorbeeld ook wat paaltjes zetten. Met een touwtje... je kan hier de vuurtoren, die kun je hier bijvoorbeeld nog neerzetten. Ik kan hier lekker wat zeewier nog plaatsen. Ik had hier, dat is van die zeemerminnen set. Maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Kan je wel lekker combineren, want ik had hier ergens een zakje staan. Ja, met al wat gekleurde dingetjes. Dus je kan ook wat schelpjes. Nou, deze vind ik niet zo echt hierbij passend. Lijkt wel voor een ander. Je kan zelfs een inktvis erbij laten zwemmen. Maar ik vind dat meer voor onderwater, niet voor bovenwater. Hier een schildpad. Zou ook nog kunnen als je dat leuk vindt. Maar ik denk dat bijvoorbeeld het wel heel grappig zou zijn als je hier lekker wat schelpjes neer zou leggen. En een schatkistje.
zeewier vind ik ook meer allemaal voor wat dieper onder water. Maar schelpjes, schatkist, dat soort dingetjes is natuurlijk gewoon super leuk als je dat ook op het strand gaat plaatsen. Ja, nu heb ik een heel blad plaatjes kunnen kleuren. Hè? Dan kan ik even voorlopig vooruit. Kan ik heel veel mooie kaartjes voor jullie maken. Nou, ik ga hier ook zeker nog meer mee maken. Dus ik zou ook zeggen, volg me ook echt eventjes op mijn Instagram pagina, deze CreaPlace. Maar ook laat ik ze natuurlijk hier in de Nora en Zo groep voorbij komen, mijn kaartjes. Ik zou kijken of ik nog wat video's kan maken voor op mijn YouTube kanaal ook. En dan ga ik deze gewoon lekker verder nog pimpen. Maar je ziet dus hoe leuk dat dus is. Als je bijvoorbeeld dus die ottertjes die eigenlijk staan, zijn gewoon heel leuk zo in het water laat zwemmen. Die golfjes, hoe je die mooi kunt opbouwen. Met het stencil weer kunt combineren. Dus ik ga deze gewoon nog even lekker rustig pimpen. En dan ga ik hem jullie natuurlijk hier in de groep ook laten zien als hij klaar is. Dus ik zou zeggen, houd socials allemaal lekker in de gaten. En ik hoop dat jullie weer hebben mogen inspireren met deze live. Dat het allemaal duidelijk en goed zichtbaar was. En dan is het natuurlijk de bedoeling om weer lekker vaker mee lives op te gaan pakken vanuit mijn nieuwe plekje even snel. Dus daar gaan we ons best doen, zodat ik jullie hier kan inspireren. Dus dank jullie wel voor het kijken. En mocht je de goodie bag dus willen, dan kun je die bestellen nog via de link hierboven de video. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne avond. En tot de volgende live weer.